natuur schoon en alle rassen leven in harmonie met elkaar. Noah Verdi, Noah Stree, net als in andere landen. Hier zijn we één in verscheidenheid. Alla Colre een fragment uit het toneelstuk Vertrappen of Redden van de hand van Josta Vazeur. Zij heeft dit toneelstuk geschreven op verzoek van de directrice van het Blindeninstituut, Natasja Hanenberg. Vazeur heeft deze uitdaging aanvaard om met de pupillen een toneelstuk te doen in verband met het 50-jarig bestaan van het Blindeninstituut. In februari zijn ze dus 50 jaar. In eerste instantie dacht ik van, ik heb wel toneelstuk gedaan, maar nog nooit met blinden. Hoe dan? Dus ben ik gewoon gekomen en ik dacht van, kijk, ik heb met ze gesproken. En op een gegeven moment zeg ik tegen ze van, hier is de tekst. Zetten jullie het maar om in braille en dan kunnen jullie gaan leren. Maar goed, het grootste deel kon geen braille. Dus toen zat ik weer te kijken. Maar tot mijn verbazing, ze hebben voorgesteld om het op cd voor ze te zetten. Ik ben naar Budgarm gegaan in de studio. Ik heb het op cd opgenomen voor ze. En elk een cd gegeven. Heel makkelijk. Degene die nummer 1 is, heb ik 1 erop gezet. Degene die 2 is, 2. En tot mijn grote verbazing hebben ze de tekst geleerd via de cd. En zodoende hebben we elke keer een klein stuk gedaan, een klein stuk gedaan. En thuis luisteren ze naar de cd en dan spelen ze. Volgens Josta Vazeur loopt het heel goed met de oefeningen. Ze geeft aan dat op 13 februari het publiek zelf zal kunnen meemaken dat ook mensen met een beperking een toneelstuk kunnen opvoeren. Het stuk handelt over ons omgaan met mensen met een beperking. Het is voor Vazeur de eerste keer dat zij een toneelstuk opvoert met mensen met een beperking. Het toneelstuk zal op de jaardag van het instituut op 13 februari worden opgevoerd.